En leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Ik even een kleine video over een moederdag die geweest is. Ik ben een beetje later mee, maar ik had nog geen tijd gehad om een vlog op te nemen erover. En dat wou ik nog wel even doen, want ik heb een hele leuke moederdag gehad. Moederdag, dat was zondag. En ja, mijn zus en mijn zwager die waren er. Het was echt super gezellig was het. Hartstikke leuk. Het was echt een hele leuke moederdag is het geweest. En ja, ik heb ze een hele grote bos bloemen gegeven. En ik heb ze een grote doos chocolade gegeven. Dus moeders was weer helemaal blij. Nou, het is in ieder geval, voor mij is het dinsdag. Ik weet niet of ik deze video gelijk upload. Dat weet ik allemaal nog niet. Maar ik ben in ieder geval weer alvast weer 2 dagen ben ik alweer begonnen met werken. Ja, de lekkere vakantie zit er even weer op. Van deze week moet ik 5 dagen werken. En ik moet volgende week 4 dagen werken. Want dan is er ook weer een vrije dag bij. Dus dan ben ik ook weer een dag vrij gelukkig. Nou, het is nog mooi weer. Als het goed is zou het van de week zou het of morgen zou het vandaag de laatste dag zijn. Morgen zou het weer iets minder weer worden. Met het zou wat kouder worden en ja, we gaan het allemaal wel zien. We hebben in ieder geval een paar prachtige dagen gehad. Het was echt heerlijk weer was het. En het was best wel genieten. Het is altijd wel jammer altijd dan. Als het mooie weer weer voorbij is. Want het is gewoon lekker om even lekker een paar dagen even lekker de zon, lekker korte mouwtjes. Ik ben echt een zomermens, ik ben echt geen wintermens. Dus nou, de vorige vlog was de vlog van de garage. Die outro die is wel mooi geworden, die kan ik wel gebruiken. Of, nou ja, ik heb nog geen outro gemaakt, maar het materiaal ervoor was goed. De foto's niet. De foto's waren te donker, te onscherp. Met andere woorden, alle foto's die ik had, die kan in de prullenbak, want dat is allemaal helemaal niks. Dus die foto's is eigenlijk helemaal niks meer geworden. En dat heb ik voor niks gedaan. Maar daar was ik al een klein beetje van. Daar had ik al een klein beetje eigenlijk rekening mee gehouden. Omdat het. Ik wou ze doen met donker. En is het een hele grote kans dat het gewoon niet goed is. Vanwege het licht. En er zit wel een flitser op. Maar ja, het was niet genoeg. Dus die zou ik dus speciaal maken voor de Grand Theft Auto livestreams. Dat zou een thumbnail zou ik daarvan maken. Dus dat moet er eventjes wachten. Inmiddels ben ik wel weer begonnen met Metro Simulator. Binnenkort ga ik beginnen met een route uit 2004. Ga ik proberen na te maken in Simvliet. En die route die wil ik dan maken. Want voor degene die het weten of die het niet weten, is het zo dat alle metro's dus natuurlijk tegenwoordig een ander kleurtje gekregen hebben. Randstad rilde erop en zo. En origineel waren deze metro's grijs. Helemaal grijs met wel het RET logo erop, maar helemaal grijs. En ja, ik vind het toch ook leuk om met die in het begin, zeg maar, het begin van dat metrotype te rijden. Met de originele kleuren. Dus ik ga dan een speciale 2000,
2003, 2004 route ga ik maken voor dat spel. Zodat ik ook met het materieel kan rijden. Toen het net op de baan was. Dus dat is wel ontzettend leuk. Komen de 53 en de 5400's in. En natuurlijk het type T, want dat reed in 2004 ook nog steeds. In 2004 had je ook metro type T, wat toen nog op de baan zat. Dus er zullen ook T'tjes in voorkomen. En de 53 en de 5400 serie. Wel ontzettend leuk. Dus, ik heb net even gekeken. Ik heb even de ramen dicht gedaan. Ik heb even de deuren dicht gedaan. En ik zie dat mijn bovenbuurman ook jammer genoeg weer thuis is. Ik heb een... Bijna 2 weken heb ik rust gehad. Was die lekker opgedonderd. Want ik heb altijd, jullie weten het, best wel overlast van die man. Maar hij is weer thuis. Ja, helaas. Ja, dat zat natuurlijk een keertje aan te komen natuurlijk. Dus we gaan maar weer kijken wat het deze aankomende dagen wordt. Qua overlast met muziek en zo. En kan je de televisie aanzetten. Anders dan krijgt hij gewoon weer een... Een bons op het plafond, want de woningstichting hier in Spijkenis doet er geen reet in ieder geval aan. En als je de wijkagent, die daar volgens mij ook voor hoort te zijn, als je die raadpleegt, dan is er ook niemand. En van de buurt moet je het ook niet echt hebben hier. Ze hebben allemaal een grote mond, maar als het erop aankomt, dan laten ze niks horen. Laten ze je gewoon barsten. Dus we gaan het allemaal wel zien. We gaan het allemaal wel meemaken. Nou, ik ga nog even kijken of dat ik van het weekend weer een leuke buitenvlog kan opnemen. Ik weet nog niet hoe het weer is. Het zou minder worden en dan weer iets hoger. Dus we gaan maar even kijken wat het wordt. Of dat het nog een beetje lekker weer is. En als het een beetje goed te doen is en droog is... Dan denk ik toch wel dat ik een leuke buitenvlog zaterdag wil gaan opnemen. Lijkt me wel ontzettend leuk om te doen. Dus ik heb net GTA gespeeld. Ja, s'avonds is het een puinhoop eigenlijk. En s'avonds kan je haast niet meer spelen. Omdat het zo ontzettend druk is in de sessie. En het is zijn eigenlijk tegenwoordig is het niet leuk meer om geld te verdienen in het spel. Want het is alleen maar schieten, killen, elkaar doodschieten. En als je met een cargo vehicle bezig bent, dan worden je auto's, wat eigenlijk hetgeen is waarmee je geld verdient, worden gewoon kapotgeschoten door andere kleine broekies met vliegtuigjes en zo. Echt heel triest. En ik ben nogal een serieuze speler. Ik ben niet een speler die echt het leuk vindt om te killen. Ik doe het wel, want als ik... als ze mij pakken, dan pakken ze gewoon terug. Dat is gewoon simpel. Maar ik ben eigenlijk meer... Ik hou eigenlijk meer in GTA, hou ik meer van het geld verdienen en leuke dingen kopen. Ik heb wel de Adventure gekocht. Met dank, moet ik nog een keer zeggen, aan Esther en aan Marcel. Dankjewel voor het helpen. Zonder jullie had ik nooit zo snel die Adventure bij elkaar gekregen. Dus nogmaals hartstikke bedankt Esther en Marcel voor het meehelpen. Het mede mogelijk maken dat ik zo snel die Adventure kon kopen. Dus ik ga deze vlog nog even snel online zetten. En dan ga ik zo ook weer slapen. Morgen moet ik weer aan de slag. We hebben momenteel een soort zomerdienstregeling, laat ik het zo maar zeggen, hebben we. En dat betekent dat we niet om 7:30 beginnen, maar om 7:00 ben ik wel om 4:30 weer klaar. Dat is wel lekker. Maar het moet dan 1/2 uurtje eerder op. Maar dan ben ik ook aan de andere kant wel weer 1/2 uurtje eerder klaar met werken. Dus dat is ook wel lekker. Dus wat dat betreft is dat wel fijn. Ben ik lekker 1/2 uurtje eerder thuis. En dan kan ik nog wat dingetjes doen. Dus ik dacht dat ik ineens hoorde. Ik denk, ik hoor wat. En ging kijken en toen bleek hij weer thuis te wezen boven me. Dus ik zit nu weer een beetje in de gaten te houden. We gaan altijd een beetje mijn voedelsprieten gaan dan een beetje werken. En dan ga ik een beetje kijken van joh, hoe is het zo? En
Maar op het ogenblik moet ik nog zeggen dat het wel meevalt. Het is natuurlijk ook al 10:30. Maar ja, meneer die presteert het ook wel eens om 1 uur nog keihard de televisie aan te hebben. Want ja, je hoeft niet de rekening te houden met een ander die wel gewoon moet werken. Dus dat is meestal het probleem bij dat persoon. Nou, ik ga hem in ieder geval weer even neerleggen. Ik ga er even kijken of ik snel deze video online kon krijgen. En dan zou ik zeggen, ja, de bekende tekst. Vond je deze video leuk? Doe even een duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant. En ik spreek jullie heel gauw weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. De groetjes allemaal en jullie weten het allemaal. Skabidi, skabadoe, skabadabadoe.